Goedenavond. Goedenavond, dames en heren thuis. Goedenavond, dames en heren hier in de studio. Welkom bij de Reis om de Wereld in 80 Vragen. Met natuurlijk weer twee kandidaten, waarvan er één langzamerhand een zeer vertrouwd beeld is geworden in uw huiskamer. We gaan hem gauw begroeten. We gaan als eerste naar dokter De Klerk. Goedenavond, dokter. Dat hebben de secondanten er weer heel goed afgebracht. En wij gaan zo meteen verder met vraag 9. Maar ik zeg zo meteen, omdat ik eerst graag even een drietal gasten wil begroeten in de studio. 1986 wordt het vogelkijkjaar. Nou, u kunt alvast even een kijkje vooraf nemen. We hebben drie gasten in de studio met schitterende gasten daar weer bij. Ik zou zeggen, stelt u zich even voor en zeg even wat u bij u heeft. Ik ben Nico van Zandvoort en op mijn hand zit een roodstaartbuizerd uit Amerika. Een roodstaartbuizerd. Schitterende vogel. En u, dame in het midden. Hannie Verbergmoes uit het safaripark Beekse Bergen met een Amerikaanse oehoe. Amerikaanse oehoe, die heel rustig zit te kijken. En daar weer naast? Sebastiaan van der Jacht met een prairievalk. Een prairievalk met het kapje op. U komt uit de Beekse Bergen. Wij hebben het dus eigenlijk over roofvogels. Hoewel een uil daar niet helemaal onder valt, heb ik me wel horen vertellen. Maar in ieder geval, ze jagen alle drie op prooi. En het kijkvermogen is dus heel erg groot, denk ik. Zeker bij de buizerd en ook bij de valk. Kunt u er iets over vertellen? Het kijkvermogen, dat is inderdaad iets wat heel erg tot menselijke verbeelding spreekt. Nou, roofvogels, de bouw van de ogen, die hebben zo geconstrueerd dat in het midden cellen zitten die ongeveer een dichtheid hebben, een lichtgevoelige cellen. Een dichtheid die ongeveer 8 maal zo dicht zijn als van het menselijke oog. En dat betekent eigenlijk in praktijk dat ze ongeveer 8 maal zo scherp zien, maar ze zien wel alles in veel beter detail. Ja, ja. Dus dat, geldt dat ook voor de uil? Ziet hij eigenlijk nu iets? De uil kan ook heel goed zien en zelfs bij daglicht, dat als niet aangenomen wordt, beter zien als bij donker. Zijn ogen zijn in feite hetzelfde als de onze. Maar de uil kan zelfs jagen als er helemaal geen licht is. Dan heeft hij dus zijn ogen niet voor nodig, maar zijn oren. Ja. Uilen hebben specifiek heel goed ontwikkeld gehoor. Ja, ja, dus die jagen eigenlijk met de oren. Ja. En wat mij ook opvalt is dat de ogen als het ware dus vaststaan. En dat aan de andere kant dus de kop enorm kan draaien. Hè? Ja, omdat die ogen zo groot zijn, kunnen ze dus in de oogkassen niet bewegen. En dat wordt gecompenseerd door een enorme bewegelijkheid van de kop. Ja, ja. Tot 270 graden kan hij zijn kop omdraaien. Ja, dat kan ik niet zeggen. Nee. Met een stijve nekje dan. En u daar met de valk het kapje op. En kunt u iets zeggen over de manier waarop de valk jaagt? Nou, die heeft dus een flitsende vlucht. En dat gaat meestal dus laag op de grond en dan probeert hij dus de prooi te slaan. Lukt dat niet, dan stijlt hij op en dan probeert hij het nog een keer en ja, hij gaat gewoon door tot hij hem heeft. Ja, en in die tussentijd beaamt dat de uil met oehoe, oehoe, want zo heet hij tenslotte ook. Nog even wat over het safaripark, want dat onderscheidt zich natuurlijk van andere manieren om deze vogels te houden. Ik neem aan dat ze eigenlijk vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen. Dat waren ze ook. En hoe houden ze dan? Nou, zij werden op speciale plaatsen gehouden met behulp van leren riempjes die zacht om de poten worden gevouwen. Ja. Maar ze mochten op 3-4 keer per dag mochten ze helemaal vrij vliegen en gaan en staan waar ze willen. En daarnaast werden zelfs demonstraties gegeven met behulp van kunstprooien om de verschillende jachttechnieken te laten zien. Ja, en u hebt dus een goede band met ze, want anders zouden ze niet bij u blijven. Hè? Fantastisch dat u hier bent gekomen. Heel veel succes met uw werk en heel veel succes ook met de vogels. En nogmaals, hartelijk dank. Dank u.